Dit is het voorkant van het gebouw. Daarachter hebben we meestal pauze, maar hier is ook de pauze gestuurd. En we gaan heel even naar de Batagame. Dus tot zo. Hier zitten onze Batagame. Oh, we hebben ook nog vogels, die zijn echt tam. Het is een nieuwe losgemaakt. Ik kan het lekker ontspannen. Oh ja, nou ja, broertje. Even nog een keer laten zien. Het zijn vogels. Dit zijn alle vieze materialen. Of ja, dat waren de vieze materialen. Daar hebben ze met een tuinslag. Hebben ze daarheen gespoten, waardoor ze weer helemaal schoon zijn. Dus ze kunnen straks weer helemaal netjes naar binnen. Weer lekker voor de dieren. Er komt nog gaas. Zodat ze niet doorheen kunnen. Gras of zo wordt erin gezaaid. Dus dat komt nog wel goed, hè. Vogeltjes van kinderboerderij. Ik heb vroeger ook zo'n vraag op gekregen gehad. Ik wist niet dat die dingen konden vliegen. Zo. Maar niks meer. Nee, sorry. Oh, die loopt graag hier wel. Kip op een stokje. Haan is flink, hè? Ja. Oh, die is een beetje bang. Dat is wel echt leuk, hoor. Kom met de andere naar de groep. Konijn 4 is ook nog maar een Vlaams reus en die is ook nog jong, maar er is een mannetje bij geweest, waarvan we niet wisten dat het een mannetje was. Helaas kunnen we er niet bij. Die zit, als het goed is, als jullie daar zien, zit daar zo'n dingetje en daaronder zit hierin. We zijn nu bij de ratten. Ik heb handschoen. Ze zijn heel erg actief, hoor. Hier. Niet in mijn nek, niet in mijn nek. Oeh. Oh, ik zal weer terug doen. En hier, lekker voor de dieren. Jam, jam. Dat is gepakt. Even serieus. Ik dacht dat het de goede had gepakt. Zo'n vraag op grijp was. Oh, ze worden ineens heel agressief. Hallo. Oh, hi. Wow, ik wil weg hier. Ik wist niet dat die dingen konden vliegen. Zo. Ik loop nou met onze geiten. Ik ben alleen even de naam kwijt. Normaal gesproken onthoud ik dat wel, maar... Het zijn net honden. Hier is er een. En heb je hier nog eentje. Het zijn twee zussen van elkaar. Dus die moeten wel bij elkaar blijven, want anders raak één van de twee in paniek, hè? Lopen dan. Als ze zo lopen, kijk er recht naartoe. Deze heeft ook even zijn momentje. Het is heel lullig, want deze wil niet en die wil gewoon doorlopen. En deze neemt hem altijd mee naar deze kant. We hebben al twee rondes gelopen. Ik heb wel echt een indruk alsof ze het echt leuk vinden. Geiten en schapen. Ze komen meteen.
Kijk hoe leuk ze aan het spelen zijn. Mika! Hartstikke leuk aan het spelen en vooral Sammy. Ik weet niet wat ze aan het doen is, een sprong aan het maken. Een fijne jaarwisseling. Ik ben nu met de geit weer aan het lopen, want ik vind ze zo leuk. Deze is minder eigenwijs dan deze. Ik word aan een lijntje houden. Ik moet zijn macht overheen. Dan heb ik niet zoiets meer te zeggen, want ze proberen me al heel wat mee te sleuren. Maar ja, dat gaat ze niet lukken. Minder strak te doen. Dus gewoon zo, rustig uitlopen. Daar heb ik net wat meer aan. In het begin moet het even. En dan kunnen ze weer een beetje wat loslopen. En ik merk het ook wel in mijn handen hoor, want anders gaan mijn handen helemaal klem zitten. Dus ze zijn wel echt leuk. Hehehe.